In het reisdistrict Nikeri is gisteren het nieuwe commissariaatsgebouw in gebruik genomen. De ingebruikname vond plaats met een bescheiden ceremonie. Hiermee is een lang gekoesterde wens van districtscommissaris Nisha Kurban Babu in vervulling gegaan, meldt het Nationaal Informatieinstituut. Het naambord is onthuld door de DC, de minister van regionale ontwikkeling Edgar Dikan, en raadsadviseur Ramon Abraham en Surinames ambassadeur in Guyana Ebu Jones. Kurban Babu heeft sinds haar aantreden in 2019 continu gepleit voor de afronding van het project. De bouw is steeds op verschillende momenten stilgelegd, omdat de overheid de aannemer niet op tijd betaalde. RO-minister Dikan noemt het gebouw een symbool van het decentralisatieproces.